Nou hebben dieren geen idee van voetpaden, rijbanen of rijstroken. En voor sommige automobilisten is het ook niet altijd even duidelijk. Op een aantal plaatsen in ons land gebeuren daardoor regelmatig ongelukken. Johan de Bont, gedeputeerde van de provincie Gelderland, besloot op een dergelijke plek tot actie over te gaan. In het wegdek werd een sleuf gefreesd waarin een groot aantal LEDs, oftewel Light Emitting Diodes, werd gegoten. Spanning erop en klaar, een lichtgevende wegmarkering. De Bond ontdekte het systeem kort geleden op een beurs in Canada en besloot het meteen te gaan gebruiken. Normaal gesproken wordt er met een dergelijk nieuw verschijnsel eerst jarenlang getest, maar de Bond prefereert de Gelderse aanpak van niet lullen maar doen. Ja, als je nou tot de ontdekking komt na 5 jaar onderzoek en overleg dat het goed is, dan heb je wel 5 jaar verloren laten gaan. En daar houden wij in Gelderland niet zo van. Dus hebben wij gezegd, laten we maar gewoon een stuk aanleggen. Wij geloven erin en wij zijn ook bereid onze nek daarvoor uit te steken. Nou, dan ga je eerst kijken waar kun je dan het beste een proefvak neerleggen. Er zijn 2 verschillende stukken uitgekozen en gaan gewoon kijken of het werkt. Ja, simpel. Wat kost het? Even vragen. Nou, dit stuk hier, dat is ongeveer 1 kilometer lang, dat kost 3 ton. En als ik hier een stuk of 3, 4 lantaarnpalen zet, waar ik geen kilometer mee kan verlichten, ben ik hetzelfde kwijt. Stroomverbruik van dit hele stuk van 1 kilometer is net zoveel als van 1 lantaarnpaal. Liefhebbers van natuur, milieubewegingen, die zeggen dit is een oplossing voor een heel ander probleem. Namelijk al die lantaarns in het buitengebied, die stralen uit naar de hele omgeving. De fauna, de dieren hebben daar last van. En bij deze lichtjes straalt het alleen maar uit op de weg. En eigenlijk dus niet op de omgeving.